Ja, de Luiten duurzaamheidsbeurs is binnen aan de gang. Maar hier buiten op het parkeerterrein staat een enorme wagen met... er staat buiten dat er een innovation tour is. Ja. Ja, wat is dat precies? Innovation tour is... wij maken met Stiebel Eltron een tour door heel Nederland heen. En proberen zoveel mogelijk mensen warm te krijgen voor ons product. En daar hebben we de tour, daar hebben we deze vrachtwagen voor ontworpen. Om door heel Nederland bij alle groothandels, beurzen dit neer te kunnen zetten. En dan, het mooie daarvan is dat je eigenlijk alles kan laten zien in één truc. Dus dan ben je in één keer, heb je iedereen binnen. En dan kan je alles uitleggen wat je wil daarin. En wat is er hier dan allemaal te zien? Wat hier allemaal te zien is, is alles wat te maken heeft met all electric. Dus we moeten de transitie maken naar all electric toe met z'n allen tegenwoordig. En wat wij doen hier is warmtepompen, boilers, warm water, elektrische kachels. Dus voor elke woning hebben we een oplossing daarin. En wat is nou iets wat heel erg populair is op dit moment? Op dit moment populair is de warmtepomp, daar wil iedereen over praten. We hebben dan een instapmodel, daar staan we nu eigenlijk een beetje voor. Het instapmodel, daar begin je eigenlijk mee en daar kan je hybride van maken. Maar je kan ook zeggen van we maken een all electric voor de woning. Dat hangt van de woning af hoe ze eruit zien, qua isolatiewaarde en dat soort dingen. En dan hebben we de warmtepompboiler. Die staat iets verder door. Die is ook heel populair op dit moment. Dat is alleen voor warm water maken. Vaak is wel eens een keer de keuze beter om te zeggen van nou, we doen een kleinere warmtepomp voor de verwarming. En we doen warm water apart, zeg maar, met een warmtepompboiler. Het voordeel daarvan is dat je twee keer subsidie daarvan krijgt voor de eindklant. En de aanschafprijs wordt wat goedkoper daardoor. Dus het is win-win dan daarin. En wat doet een warmtepomp voor de leek hier onder ons over de duurzaamheid? Wat doet dat met de duurzaamheid van je woning? Een warmtepomp, daar kan je de gasketel mee eruit halen. Gasprijzen die worden alleen maar duurder en hoger. Wat wij proberen is door middel van een hoge COP van de warmtepomp, dus de zuinigheid, proberen wij gewoon zo voor de bewoners zo goedkoop mogelijk installatie te maken. Zodat je all electric kan. Betekent dat je van het gas afgesloten kan worden. Mensen geen gasprijs meer hoeven te betalen, geen vast recht meer voor je gasmeter. Het wordt daar alleen maar goedkoper van, eigenlijk voor de mensen. En voor de toekomst, voor onze kinderen en alles wat erbij komt, is het ook nog veel beter voor het milieu. Dus eigenlijk pak je alle twee weer bij de hand daarin. Wat dit is, is voor appartementencomplexen. Wat we daarmee doen is centrale opwekker beneden in de kelder of op het dak zetten, in de vorm van een warmtepomp. En dat kan dan een grondgebonden warmtepomp zijn of een luchtwaterwarmtepomp. Dit komt in de appartementen te hangen. We maken 45 graden water, daar kan je de verwarming mee stoken, of vloerverwarming in dit geval. En we kunnen daar ook gelijk douchewater mee maken. Dus je hebt alleen in het appartementencomplex heb je alleen maar dit unitje hangen. En de rest staat ergens anders opgesteld. Dus dit is gewoon voor, zeker in appartementencomplexen, is het de ruimte vaak beperkt. En dan kunnen we de oplossing mee maken. Het voordeel van dit apparaatje wat in het midden zit, is dat je ook nog tijdelijk het warm water kan verhogen naar 65 graden. Dus daarvoor zit deze erin. Als je toch nog een keer de ramen wil wassen met een emmertje warm water, dan kan je met dit apparaat toch die warme water eruit halen. En het is allemaal all electric. En zoals je ziet, alle componenten zitten er weer allemaal in. En zo proberen we voor de installateur zo makkelijk mogelijk te maken, zodat de aansluiting van de installatie zo goedkoop mogelijk kan voor de klant. Want daar moet je over nadenken, met z'n allen. Meneer de wethouder, wat bent u aan het doen? Ik ben mijn telefoon aan het opladen. Kijk eens aan, dat is wel een hele duurzame manier. Zeker. En hoe lang heeft dat nou nodig om een klein beetje op te laden? Het schijnt van 0 tot 100, schijnt een uur te zijn. Maar goed, hij was mij al bijna vol, dus ik hoop dat ik hem snel volgetrapt heb. Succes. Dankjewel. Ja, een hele groene stand, loket Krimpen Duurzaam. Wat is dat? Krimpen Duurzaam is een onderdeel van de gemeente Krimpen aan de IJssel, maar is wel de aparte tak die specifiek met duurzaamheid bezig is. En duurzaamheid houdt bij ons in energie, klimaatadaptatie, voedsel en circulariteit. Dus alle onderdelen zijn ook zo'n beetje terug te vinden in onze stand. Ja, en jullie staan hier dus om inwoners te informeren. Komen ze hier veel met vragen voor een huis of over voedsel? Kunnen jullie daar wat over vertellen? Ja, het is de eerste keer dat de beurs georganiseerd wordt. Dus het is ook een beetje een pilot natuurlijk. We hebben al aardig wat mensen gehad. En we hebben ook op dit moment de energieadviseur van de woonwijzerwinkel hebben we bij ons.
Dus als mensen echt hele specifieke technische vragen over hun woning hebben, dan kunnen ze bij hem terecht. Hij staat er overigens morgen ook. En ja, algemene tips over, we hebben zaken tegen voedselverspilling, gewoon breed als het gaat over energietips, bespaartips, die kunnen ze gewoon bij ons halen. En wij staan nu met deze stand hier, maar normaal gesproken zijn wij 2 dagdelen in de week open in Krimpen aan de IJssel zelf, met een fysiek loket. En welke dagen zijn dat? Dat is dinsdagmiddag vanaf 12 uur en dat is woensdagochtend vanaf 9 uur. En dan kunnen mensen ook met die vragen weer terecht bij de gemeente? Zeker, zeker. En als het dan gaat om de energieadviseur, daar moet je dan specifiek een afspraak mee maken. En dan kun je een uur zeg maar echt alle vragen over je woning stellen. Maar alle algemene vragen, daar kun je gewoon voor binnenlopen. En zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen voor verduurzaming van huizen bij inwoners van de gemeente Krimpen aan de IJssel? Ja. Nou, bij de gemeente Krimpen aan de IJssel hebben we zelf een aantal subsidies. Eén daarvan is collectieve zonnepanelen. Dus als jij met een buurman of buurvrouw in een straal van 300 meter tegelijk zonnepanelen legt, kun je bij ons subsidie aanvragen. En de overstap van gas naar elektrisch koken kun je bij ons subsidie voor krijgen. En wij ondersteunen VVE's met subsidies. En de andere subsidies kun je eigenlijk gewoon bij het Rijk bijna allemaal aanvragen. Dus echt isolatie van je woning, daar heeft het Rijk zelf al subsidies voor, de ISDE-subsidie. En dan had je het net ook nog over voedselverspilling. Voedsel is ook natuurlijk een duurzaamheidsonderdeel. Ja. Wat doen jullie daaraan? Wij geven daar eigenlijk meer tips, bewustwording. En we hebben de voedselfamilie Krimpende Waard. Die zijn vandaag ook aanwezig in onze stand. En die promoten vooral ook lokale voeding. Dus hoe maken we die, hoe behouden we de korte keten, zodat wij ons voedsel niet allemaal van heel ver weghalen. Dus dat is meer bewustwording. Hoe kun je voedselverspilling tegengaan en hoe kun je ervoor zorgen dat je een beetje gezond en lokaal eet. Voedsel, wat heeft dat met duurzaamheid te maken? Voedsel en duurzaamheid, dat is een hele mooie combi. Wij hebben natuurlijk hier in de Krimpende Waard heel veel producenten. En hoe dichter bij je je voedsel haalt, hoe minder kilometers het kost. Dus dat is eigenlijk de link met duurzaamheid. Dus eigenlijk zegt u van iedereen hier in de Krimpende Waard, kijk eens om je heen, koop lokaal. Ja, dat is precies de bedoeling. En mensen denken dat er alleen maar kaas is in de Krimpende Waard. Tenminste, wordt vaak gedacht. Hè? Maar er zijn heel veel meer producten in de Krimpende Waard. En we zitten met iets. Ja, we hebben een hele kaart met allemaal streekproducten. Ik weet niet of het in beeld is. Maar er zijn een stuk of 50 organisaties. En dat is van stalletjes aan de weg tot streekwinkels, tot de boeren. Dus er is heel veel met duurzaamheid en de streekproducenten hier. En voor de kijkers, waar is die kaart te vinden? Mochten ze denken van ik ben wel benieuwd wat en waar allemaal te vinden is? Nou, er is in ieder geval op de website fietsen voor mijn eten en dan / Krimpende Waard. Daar vinden de mensen in ieder geval de hele kaart en die wordt zo aan wekelijks bijgehouden. Dus het is altijd een up-to-date kaart. En we hebben het in ons boekje staan. Er is een receptenboekje van koken met producten van dichtbij. En daar staat de kaart ook in vermeld. Dus dat kunnen mensen gewoon bestellen bij ons. Er staan ook allemaal lekkere recepten in over koken met producten van dichtbij. Maar daar staat ook in allerlei tips hoe je beter in de keuken kan werken met duurzaamheid, energiebesparing. Dus er zijn op allerlei manieren werken we daaraan mee. We zijn op de beurs bij de duurzaamheidsvraagbaak. Wat kunnen jullie betekenen voor ondernemers die willen verduurzamen? Vanuit de duurzaamheidsvraagbaak, wat een onderdeel is van de vraagbaakgroep, maken wij een maatwerkplan van de bestaande huisvesting. Of wellicht ook nieuwbouw. Maar vanuit de bestaande huisvesting gaan we vanuit de schil een maatwerkadvies brengen met betrekking tot isolatie van de gevel, glassoort, vloer, wanden en uiteindelijk natuurlijk ook de soort installaties die daarin verwerkt kunnen worden. En vanuit dat maatwerkplan kijken wat daar eventueel voor de ondernemer aan subsidie te realiseren is. Dus eigenlijk wordt er van A tot Z gekeken naar wat ondernemers kunnen doen om naar dat energielabel A te kunnen gaan. Ja, met betrekking tot de bestaande huisvesting. Ja, ja. Met name en wellicht zelfs los van, je hebt ook A++++. Maar alles vallen staan natuurlijk met de portemonnee van de ondernemer. En dat is dus vanuit die maatwerkplan
het stappenplan eigenlijk, liggen er meerdere mogelijkheden om daar tot te komen. En ik kan me voorstellen dat een ondernemer niet gelijk in één keer het hele plan aanrolt. Dat plan dat kan ook over meerdere jaren erbij gepakt worden en er naartoe werken om zo duurzaam mogelijk te worden. Jazeker, ja. Ja, het is niet zo dat hij, afhankelijk van zijn situatie, maar vanuit die hoedanigheid kan je dus uiteindelijk een bestaand object naar een AAA gebouw brengen. Helder, dank u wel. Ook de gemeente Krimpenerwaard staat met een stand op de duurzaamheidsbeurs. Onder andere om te vertellen over de duurzaamheidslening. Ja, wat is het? Nou, de duurzaamheidslening, dat is een lening die wij aanbieden vanuit de gemeente. Daarmee kan een warmtepomp worden gefinancierd op zonnepanelen, zonneboiler, gevelisolatie, vloer- en raamisolatie. Inwoners kunnen die aanvragen. Dat kan via duurzaamkrimpenerwaard.nl. En dan kunnen inwoners op die manier hun huis verduurzamen zonder daar zelf eerst heel veel geld in moeten uitgeven. En duurzaamkrimpenerwaard.nl is eigenlijk het loket van de Krimpenerwaard waar je met al je vragen naartoe kan en informatie kan vinden over duurzaamheid of het verduurzamen van je woning. Ja, dat klopt. Als je als inwoner vragen hebt over het verduurzamen van je woning, dan kan je naar de website gaan en daar staat eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ja, we staan hier op de beurs en er komen een stukje dak tegen. Maar dat is dus wel een heel speciaal stukje dak. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dit stukje dak is vanmorgen vroeg bij ons van het dak afgehaald om hier tentoon te stellen. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met duurzaamheid. En hoe zit dat precies? Ja, nou, dit is een mosedum. Aanvulling op het dak eigenlijk. Waardoor de dakbedekking die eronder ligt langer duurzamer wordt eigenlijk, dus waardoor je het langer toegepast kan houden op je dak. Bovendien breng je de natuur terug naar de woning of naar het pand of naar de schuur of wat dan ook, zeg maar. Dus het is een leuke duurzame ontwikkeling op dakgebied, zeg maar. En wordt dat veel gedaan ook bij huizen of is dat meer iets voor bedrijven? Nee, je ziet het eigenlijk meer op huizen. Ja, ja, zeker weten. En zeker ook de daken waar zicht op is, dus waar je vanuit de ramen ook op kijkt. Want het ziet er natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk uit. Een beetje kleurig en fleurig. Dus het gaat de goede kant op.